Ja, dames en heren, hartelijk welkom. Zoute dropjes of zure matten, het is maar hoe je jezelf wil noemen. En we zijn in de nieuwe No Limits aflevering aangekomen. Zijn jullie ook zo dik? Of gaan we wat kilo's kwijtraken in deze fantastische achtbaan? Je ziet het na de intro. Zo, lijkt net of ik gestudeerd heb voor dat. Okay, people, let's go to work. En het is misschien een beetje raar, maar we beginnen met een hele angstaanjagende achtbaan. Het heet namelijk Nightmare. En tussen haakjes, schemering. Zo, nou maak die gordels maar even vast. Want we gaan namelijk de Nightmare bestrijden. Een hele donkere achtbaan. En ik heb deze volgens mij stiekem wel eens een keer gedaan. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht het wel. Maar dat maakt helemaal niks uit. Wauw. Holy crap. Lekker vaartje. Ik vind hem wel heel gaaf gedaan. Vooral de lichten. Paars licht gebruikt. Voor mij ook paarse of blauwe ondersteuning. Het karretje is ook paars. En is dit de nachtmerrie? Oké. En we gaan nog een keer over de kop. Zo, lekker hoor. Hele vloeiende achtbaan dit. Ik vind het heel gaaf dit. Er zat een heerlijk vaartje in hier. Ik wil er nog even uitstappen om te kijken. Ik weet niet of je hoop ziet, want het is natuurlijk vrij donker. Maar dus op een bepaald aantal plekken is er lichtgebruik. En ik weet dat mensen deze achtbaan hebben al een keer eerder gezien op mijn kanaal in de No Limits aflevering. Maar ik kreeg hem nog een keer toegestuurd of iets. Dus ja, ik doe hem automatisch nog een keer. Ja, nou ja, ik vind hem sowieso heel gaaf. We gaan op naar de volgende achtbaan. En de volgende achtbaan wordt de Oberon. Oberon. Dat klinkt heel apart. De Oberon. Een Franse achtbaan. Ik weet niet wat ik erbij moet voorstellen. De naam verklapt niks over de achtbaantype. Over de omgeving. Oberon, ja. Het zou ook gewoon geen thematisatie aan kunnen. Dat het gewoon een kale layout is, zeg maar. We weten het niet. We wachten af. Creating background. Hij is snel geladen. Geen laadschermfotootje. Dus ik denk inderdaad dat het gewoon een simpele houten achtbaan is. Maar zo simpel weet ik nog zo net niet. Ik zie wel een fantastisch twee attracties staan. Een reuzenradje en de Enterprise. En ook deze achtbaan wordt niet helemaal recht getakeld. Daar is een tool voor namelijk, maar zelf kan ik het niet beter, ik weet het. Maar ik moet zeuren mensen, ik moet zeuren en zeiken, dat doen heel veel mensen en ik deel mee aan het zeiken en zeuren. Ja. Oh, en dit is wel heel stijl, oh wat een vaart in één keer, oh jeetje, wat een vaart en wat is dit apart. Wow, dit is... Oh, sorry. Dit is heel hard. Ja. Oh, ik heb hier wel veel plezier van. Jezus, dit is toch erger dan de Pegasus? Oh jeetje. Hier komt een tent met 130 aan in dat station. Maar er zit ook nog rem in de attractie. Wauw. Ja, ik laat even zien waar het fout gaat. Nee, ik vind de achtbaan layout is fantastisch. Heel apart. Hij is heel groot. Er is moeite ingestoken. Dat vind ik fantastisch. Alleen dit had hij niet mogen doen. Hij gaat recht naar beneden. Waardoor hij eigenlijk zo'n harde vaart heeft. Waardoor hij eigenlijk zo hard en onrealistisch door de bochten gaat. Dat je eigenlijk dit niet kan overleven in als echt mens, heb ik het gevoel. Vooral die knikjes die hier zit. Dit knikje hier, dit hele scherpe bochtje. Zou ik voor een stalen achtbaan aanraden. Maar voor een houten achtbaan is dat niet echt te doen. En zou ik hem wat schuiner doen volgende keer. Kijk, hij is natuurlijk helemaal recht. Ik zou die bocht gewoon een beetje schuin hebben gemaakt. Waardoor die wat meer zo gaat dan recht.
Maar wel tof gedaan. Oberon is ingestuurd door iemand die zijn best voor heeft gedaan. Nogmaals, complimenten. Terwijl ik de point later. Point Solitude Secret Imbecile Rides. Toch wil ik even een compliment geven aan de moeite die erin is gestoken. De layout is gewoon over het algemeen heel goed. De snelheid zat er wel positief in. De achtbaan was gewoon lekker lang. Dus er zitten een hoop voordelen gewoon in. De snelheid was gewoon wat minder. En dat is een tip voor de volgende keer. En jongens, dit vind ik sneu. Ja, ik zit gewoon compleet weer in een nieuwe map. En dit is niet realistisch. Dit is gewoon niet netjes voor de andere twee tracks. Kom op, mensen. Dit is gewoon een compleet level. Dit is echt ongelofelijk. Ja, dit is echt. Ja, ik ga hier niet te veel over discussiëren, want als je dit ziet, mensen. Wat? Oh my god. Holy shit, ik kom gewoon op het goede moment, kom ik gewoon. Ik wil nu die achtbaan! Ik wil er nu in. Jongens, laat me die achtbaan. Oh my god. En dit is al apart dat natuurlijk de achtbaan op een onbewoond eiland is gebouwd. Zo'n gevoel heb ik wel nu. En dat ik zoiets heb, moet je de boot gaan nemen om op dit eiland te komen om die achtbaan te bestrijden. En ik loop gewoon heel snel hier doorheen. Want ik kan eigenlijk niet wachten. Het ziet er fantastisch uit, mensen. Met een grote vuurtoren hier. Ik ben verkocht. Ik ben verkocht. Door die flits zagen we gewoon de hele complete achtergrond. Kijk dan. Oh. Nou, heel fijn voor de mensen die hebben geprobeerd de achtbaan te maken. Natuurlijk wordt er waarschijnlijk geoordeeld dat dit natuurlijk de mooiste achtbaan is. Ik kan er niks aan doen. De achtbaan komt eraan, we gaan er gewoon in. We gaan voorin zitten natuurlijk. Het is volgens mij zelfs een liggende achtbaan. Dat zegt ook weer wat. Wat? Oké, dit is helemaal andersom. Ik ben heel benieuwd. Het licht gaat aan ook. Ah, dit is echt fantastisch mooi gedaan. Wauw. We gaan een plekje nemen en waar gaan we zitten? Gewoon hier aan de hoek? Ja, gewoon hier in de hoek. Nee, en Tante Truus zit ook naast me. En dit is wel een hele mooie afsluiting van deze opname. En waarom? Omdat deze attractie er nu al verbluffend uitziet. Ik ben heel benieuwd. We kunnen zo gaan kijken, maar we kunnen natuurlijk ook naar boven kijken. Wat de bedoeling is van deze liggende achtbaan. Wauw. Ik kijk wel even zo af en toe. Ik wil weten hoe we gaan. Worden we serieus afgeschoten? Ja, we worden afgeschoten. Wow. Wauw, jongens, wat is dit toch? Fantastisch. Jeetje. Wat. Twee keer afgeschoten. We gaan nog een keer. Maar dit is een heel lichtelijk afgeschoten. We kijken naar de vuurtoren. Terwijl we onze rit beleven. Ik kijk toch een beetje naar boven. Ik wil weten hoe de achtbaan loopt. Zijn het remmen? Ik snap er niks meer van. Wauw. Er komt een grot in. Helemaal gethematiseerd. Wauw, wat gaat er gebeuren? Want ik heb het gevoel dat we nog keihard toegetakeld worden. En dat is daar op dat moment. Maar er komt nog iets nu. Was dit het? Dit was de rit al volgens mij. Ging het zo snel? Dat is heel positief op zich. Wauw, dat ging echt heel snel. Fantastisch gedaan. Ik wil er even doorheen vliegen als het kan. Kunnen we er vliegen er doorheen? We kunnen lopen. Heel langzaam, dat is expres ingesteld. En daar gaat hij. Het was dus geen toetakeling, maar het was dus een soort van lanceer.
idee. En ja, dit is fantastisch gedaan. De hele setting is gaaf. In de regen, in de storm. Je ziet op de achtergrond, zie je zelfs de thematisatie. Kijk eens. Ja, fantastisch mensen. Ik wil hier toch de video maar afsluiten. Laat weten in de comments welke achtbaan jij het vetst vond. En misschien dat deze er niet eens onder valt. Het ligt maar wat jouw smaak is. En tot de volgende No Limits video. Aju, met de paraplu. Daar heb je nu wel nodig, denk ik.